Goedenavond, ik ben de whiskygast van vanavond, zoals eerder gezegd, Martin Los, de veiligheidsarchitect van de Rabobank. Ik denk dat ik net zoals u me ook afvraag wat vroeg ooit wat electric curve is. Ik ben erin gedoken, ik kwam erachter dat het niet gemakkelijk was. En ik heb geprobeerd het toch eenvoudig samen te vatten. Dus dat is het programma van vanavond. Wat is mijn agenda? Ik wil kort even wat vertellen waar je met de curve-cryptografie tegenkomt. Ik zal wat vertellen over publiek-cryptografie en trapdoor-functies. Luc heeft daar in het kort ook al wat over gezegd. Daarna begin ik het over de basis van ECC te hebben. Wat zijn er met de curves? Hoe worden ze gebruikt in ECC? Een aantal andere technische details die ik zal aanstippen, waarbij ik sommige dingen zal skippen omdat het denk ik wat te lang zou duren. Oorspronkelijk was deze presentatie 1,5 uur, dus ik zal bepaalde dingen bewust overslaan en alleen vertellen aan jullie. Dus kijk niet alleen op het scherm, maar luister ook naar mij en dan is het denk ik makkelijker. Ik wil iets vertellen over de sterkte van ECC. Wij kunnen vergelijken tussen RSA en ECC. Ik wil wat zeggen over aanbevolen sleutellengtes. En als er tijd over is, wil ik nog wat stof tot nadenken geven. Waarom wordt ECC gebruikt? Ja, eigenlijk op een heleboel plaatsen waar je wat de meeste mensen niet in het oog hebben. Voorkeurs, werd al eerder door Luc gezegd, voorkeursmanier om sleutels uit te wisselen in SSL. Apple gebruikt in de iMessage service ECC onder water. Het zit in Bluetooth, het zit in de Windows DRM. De Amerikaanse overheid heeft gekozen als top secret communicatie wiskunde. In Bitcoin, het bewijs dat dat een wallet van jou is, daar zit ECC achter. Er is een standaard dat heet DNS Curve. Voorstel om DNS pakketten te versleutelen, daar wordt ECC gebruikt. En tegenwoordig zit het ook in allerlei toolkits, in OpenSSH, in OpenPGP. Het is er en het is beschikbaar. Oh, daar is die dan. Bedankt, daar is die. Dank je. Kortom, je kunt ECC steeds vaker tegen en dan vooral in omgevingen waar er hoge veiligheid vereist is. En ja, de rekenkracht in principe beperkt is, dus waar je met korte sleutelregels voordeel hebt. Zoals ik eerder zei, bij het grote publiek is het verhaal wat minder bekend. Het is ook een stuk pittige wiskunde die erachter zit. Ik probeer in deze presentatie daar verandering in te brengen. Ik hoop dat het lukt. Jullie kunnen het er altijd bij de vraag stellen. Ik zal proberen in te schatten als ik snel ga aan jullie gezichten dat ik de boel wat vertraag. We zullen zien. Luc heeft het al verteld. Even kort over de public key cryptografie en trapdoor-functies. Wat is het geval met je public key cryptografie doet? Heb je al twee sleutels, een privé sleutel en een publieke sleutel. Die zijn op een wiskundige manier elkaar verbonden. En het algemene werkprincipe van heel veel cryptografische algoritmes is dat je heel moeilijk de algoritmes de ene kant op kunt berekenen, heel makkelijk de ene kant op kunt doen en moeilijk de andere kant op. Tenzij je het geheimje kent, typisch die privé sleutel. Hier staat een heleboel op. Ik ga het rustig uitleggen. ECC gebruikt een fundamenteel andere manier om die trapdoor-functie te implementeren. Van oudsher kennen jullie misschien wel het bekende priemfactorisatieprobleem. Dat het dus moeilijk is als het getal heel groot is om het te ontberen is twee priemfactoren. Het is wel makkelijk om de berekening heen te maken, twee priemgetallen met elkaar te vermenigvuldigen. Als je op Wikipedia gaat zoeken naar elliptic curve discrete logaritme probleem, want dat is de trapdoor-functie die hieronder ligt, de wiskunde, dan krijg je een verschrikkelijk verhaal. In de multi-group discrete logaritme. Nou, ik begrijp het niet. Ik denk ook niet dat er heel erg mensen zijn die het begrijpen. Dus toen ik dat las, dacht ik eerst zoiets, nou, ik wil gewoon meer weten waar het nou echt over gaat. Wat zijn al die basis achter ECC? Zonder dan gelijk diep in groeptheorieën te moeten duiken, of diep in de wiskunde. Het is wel zo dat elliptic curves al heel lang bestudeerd worden, eigenlijk al ruim 100 jaar. RSA staat natuurlijk bekend dat het bij de oude Grieken uitliep is, dat het daar allemaal begonnen is. Maar ook ECC heeft al een flinke geschiedenis. Het zit in allerlei toepassingsgebieden, ook in allerlei theorieën.
allerlei hele moeilijke dingen waar ik zeker vandaag niet over zal vertellen. Fermat's Last Theorem, stringtheorie in de moderne natuurkunde. Gelukkig is ECC het onderwerp van vandaag, want ik denk dat de twee daarboven nog moeilijker zijn. Ik moet jullie toch gaan uitleggen wat elliptische curves zijn, omdat dat grafieken zijn, functies die eigenlijk de basis vormen van ECC, van de operaties die je doet binnen ECC. Dat zijn typische functies van deze vorm, dus kwadratisch in y, kubisch in x, een parameter a maal x plus b, bijvoorbeeld y ten laatste x tot de plus x of y ten laatste x tot de derde min x plus 1. Hoe ziet dit soort dingen eruit? Ja, als je dit soort functies plot, dit is een voorbeeld. Dit is x tot de derde min x plus 1. Ze zijn dus typisch symmetrisch over de x-as. En er zijn eigenlijk vele vormen van, afhankelijk van hoe je die parameters a en b kiest. Even schakelen, want dat heb ik mijn hele scherm. Shift naar 5 als ik geloof. Ja. Oké. Als je het wil, kun je dat soort functies ook plotten. Wat ik zelf altijd doe, is dat ik op internet een website gebruik die heet wolframalpha.com. Daar kun je de vergelijking van dit soort grafieken intikken. En dan krijg je gewoon die grafiek op het scherm te zien wat de vorm daarvan is. Nou, je moet dan denken aan. Als je dat doet, je gaat naar die website, dan kun je grafieken van allerlei vormen krijgen. Je hebt bijvoorbeeld iets waar hier een eiland heeft. En hier een kromme. Hier hebben we datzelfde ding wat we er net zagen. En dit is een andere vorm. Dus afhankelijk van hoe je de parameters kiest, krijg je een meer of minder naar links of naar rechts verschuivende vorm. En dan denk je misschien, ja, waarom wil ik dit allemaal weten? Het is allemaal leuk dat er dit soort functies bestaan. Maar dat komt eigenlijk omdat deze functies de basis vormen van ECC, omdat de verzameling van punten. Die vormen samen een volledige verzameling van punten waar je operaties op kunt doen. Dus je kunt op die grafiek heen en weer springen. Je kunt twee punten optellen. Je kunt punten vermenigvuldigen. En dan kom je steeds weer uit op dezelfde grafiek. Dus je kunt op die grafiek kun je operaties definiëren die weer uitkomen op een ander punt in die grafiek. Wiskundigen hebben hier naar gekeken, initieel gewoon naar eigenschappen van die grafiek. En pas later heeft men ervoor gezorgd, kijk, we kunnen dat ook in de cryptografie gebruiken. Dus dit soort functies van deze vorm hebben allerlei eigenschappen, wiskundige eigenschappen. En die zijn ook allemaal onderzocht. Dat is die laatste 100 jaar waar ik het over heb. En er zijn diverse toepassingsgebieden waarin deze type functies naar voren komen. Weer even terug. Misschien kun je je nog herinneren van de middelbare school. Als je een bepaalde functie had met discriminant. Dus x tot a plus ax plus b is 0. Dus ik heb nog herinneren. Had je een functie waar je die een bepaald gedrag had als iets wat we een discriminant noemen. Dat is een combinatie van parameters. Als dat gelijk aan 0 is of groter dan 0, dan had die functie bepaalde eigenschappen. Bij deze vorm van grafieken. Als die discriminant gelijk is aan 0, heb je een eigenschap die je niet wil. En ik zal uitleggen waarom. Bijvoorbeeld. Dit is een voorbeeld van een elliptic curve. Met die a-variabele gelijk aan min 3 en die b plus 2. En zoals je ziet heb je een soort kruispunt in de functie. En als je dus probeert aan die functie een raaklijn te tekenen, dan weet je niet waar je dat moet doen. Je hebt hier een soort nulpunt wat optreedt waar je niets mee kan. Dan denk je, ja, waarom wil ik hier raaklijnen aan gaan tekenen? Dat deed ik op de middelbare school ook, hè? Raaklijnen aan een grafiek.
Omdat het zo is, als je dat bij dit soort type functies doet, kun je de volgende truc uithalen. Ik noemde eerder dat je op dit soort grafieken is een verzameling van punten waar je operaties op moet loslaten. Wat wiskundigen gedaan hebben is dat ze zeggen van nou, wat betekent als ik twee punten optel? Nou, dat kun je doen. Als je P en Q optelt door een lijn doorheen te trekken en dan kijken op welk punt wat over de grafiek ligt je uitkomt. Dan kom je op een nieuw punt hieruit. Als je dat punt spiegelt over deze as, kom je hieruit. Dit wordt, bij dit soort grafieken is dit een opteloperatie. En wiskundigen hebben op een gegeven moment gevonden dat je op die manier, als je dat zo definieert, altijd weer op een ander punt op de curve uitkomt. Dus het is een gesloten set van punten. Als je dit soort operaties doet, blijf je op die curve. En ja, dat is interessant, en ik zal zo meteen vertellen waarom. Je kunt punten ook verdubbelen in dit verhaal. En dat doe je door je raaklijn te tekenen. Je tekent dus eerst de raaklijn. Maar dat kan alleen, wat ik al eerder zei, als je niet zo'n punt hebt waar je niet weet waar je de raaklijn moet tekenen. Ook die raaklijn snijdt de curve weer op het punt R. En dan doe je dezelfde spiegeltruc. Deze operatie is een vermenigvuldigingsoperatie. Je kunt je voorstellen dat je deze operatie herhaald wordt uitvoeren. Dat je dus zegt van ik heb nu 2p, dan wil ik weer p weer optellen. Dan krijg je 3p. Dus je moet je voorstellen dat je over die grafiek heen beweegt. Je begint op een bepaald punt en na een heleboel van die stappen kom je uit op een ander punt op de grafiek. Je ziet het als een soort biljarttafel. Je begint, je legt de bal op een bepaald punt neer, je geeft een stoot. En via 1000 keer de band komt je op een gegeven moment een bepaald eindpunt uit. Hetzelfde kun je hier ook doen. Dat je zegt van ik voer 10.000 optellingen uit. Ik begin op een bepaald punt en dan kom ik op een ander punt uit. En dat andere punt ligt altijd weer op die grafiek. Ga je te snel? Dit klinkt nog dat je denkt, ja wat moet ik hiermee? Iemand heeft grafieken getekend, die gaat daar operaties op optellen op doen en vermenigvuldigingen. En die definieert dat als je met deze operaties uitvoert, wat heb ik daar aan? Wat kan ik? Ja, maar het blijkt dat als je dit zo doet, dat je altijd op die curve uitkomt. Wat doe ik? Ja, dat kan. Als je een fout maakt hier, je doet het niet goed, dan kom je op dat. Ja, dat is waar. Ja. Nee. De grap hierachter is dat je dit kunt doen. En als ik tegen je zeg, stel ik begin op dit punt en ik doe het 100.000 keer. Dan kom ik bijvoorbeeld uit op dit punt. Dat kun je doen. Want als ik alleen maar het beginpunt en het eindpunt opgeef aan jullie, dan kan jij niet zeggen met hoeveel stappen je daaruit komt. Dus het is ontzettend moeilijk om als je alleen maar het beginpunt en het eindpunt hebt van die hele grote reeks van optellingen, om te zeggen hoeveel van die stappen daartussen zitten. Het is hetzelfde bij een biljarttafel. Als ik alleen maar de begin- en de eindconfiguratie heb, hoeveel keren is die tegen de bal gestoten? Waar precies? Hoeveel keer? Nou, zo moet je dit ook zien. Dus mensen die bezig waren met elliptic curves, die keken naar allerlei wiskundige eigenschappen van die dingen. Bijvoorbeeld dit soort operaties. Van, hé, hij komt steeds weer uit. Het punt komt steeds weer ergens op diezelfde curve uit. En toen was er een cryptograaf die dacht, wacht eventjes. Die optellingen, die kan ik vrij snel doen. Maar het omgekeerde is verschrikkelijk moeilijk. Dus ik kan heel makkelijk dit 10.000 keer doen, 100.000 keer. Maar als ik alleen maar het begin en de eindtoestand krijg, dan kan ik niet zeggen of ik het 98.000 keer moet doen, of 10.000 keer, of 200.000 keer om op dat punt uit te komen.
terugrekenen is veel en veel moeilijker. Nou, toen men dat helemaal besefte, zeiden we van nou, dan is dit dus een functie die we kunnen gebruiken voor cryptografie. Dan is dit dus iets waar we iets mee kunnen. Want het is makkelijk de ene kant op, maar ontzettend moeilijk de andere kant op. En je kunt dit uitschrijven in wat je precies doet, qua optelling en welke functie erbij, maar dat dit ook klopt, wat ik zeg, als je dit doet, dat je altijd op dezelfde grafiek uitkomt. Dat is hele vervelende wiskunde, die wil je niet zien hier. Maar die is er wel en het is ook bestudeerd. Dus de hele grap hierachter is dat we een systeem gemaakt hebben wat gesloten is. En waar we optellingen en vermenigvuldigingen kunnen doen. En eigenlijk kunnen we, als we eenmaal twee keer een bepaald punt hebben opgeteld, kunnen we ook weer nog een keer dat punt hebben opgeteld. Dus we kunnen 2p berekenen, 3p. En je kunt dus vrij makkelijk door verdubbelen en door optellingen kun je uitkomen op het getal wat je wil hebben. Bijvoorbeeld, wat ik al zei, het is extreem moeilijk om te achterhalen wanneer alleen het beginpunt en het eindpunt bekend zijn, met hoeveel stappen je bij het eindpunt gekomen bent. En dit is de geometrische uitleg van het moeilijke term elliptic curve discrete logaritme probleem. Het gaat dus om het aantal stappen wat je niet kent om van het begin tot het eind te komen. Dus ik kan een geheim aantal optelstappen doen. Hè? Dus ik kan zeggen, nou ik doe P plus P plus P plus P. En dan moet je K log P. Voor 17 keer P kan ik eerst 2 keer 2 keer 2. Dan heb ik 16 keer P en dan kan ik nog een keer P weer optellen. Dat is vrij efficiënt. Dat zijn 4 verdubbelingen en 1 optelling. Trouwens zit er maar 17 optellingen. Dus als ik eenmaal weet hoe vaak ik die operaties doe, kan ik heel snel erheen weg. Kan ik berekenen met genoeg verdubbelingen en nog een optelling erbij. Of een optelling, het staat daarvan weer verdubbelen. Dus ik kan heel snel uitkomen bij de vermenigvuldiging die ik wil hebben. In ECC is het aantal stappen is letterlijk de privésleutel. En het eindpunt is de publieke sleutel. Je moet natuurlijk wel afspraak maken over welke grafiek je gebruikt. Want afhankelijk van de grafiek is daar een begin- en eindpunt op die ook werkelijk bestaan. Dus je zult afspraak moeten maken van nou, wij gaan x tot de derde min x plus 1 gebruiken. In het echt worden veel grotere vormen gebruikt, maar dat is de basis. Je moet eerst afspreken welke curve gebruik ik. Dan moet je ook afspreken welk beginpunt ligt op die curve. En je moet voor jezelf die geheime berekening uitvoeren. En dan heb je dus een methode om encryptie te kunnen doen. In het echt is bij ECC het aantal stappen om van P naar E te komen typisch, van begin tot eind, dus typisch 2 tot 860. Dus net als wat Luc zei, het kost je gemiddeld 2 tot de macht van 80 stappen, meestal, om uit te komen op het goede eindpunt, door het gewoon te proberen. Je moet steeds kijken of je er weer bent. Hè? Je kunt niet tussendoor verdubbelingen doen. Je moet steeds kijken, ben ik op dat eindpunt uitgekomen? Dus het is een heel lastig probleem om op te lossen. Dit stuk moet je even overslaan. Dus een stuk kun je nog thuis nog eens nalezen. Eigenlijk is dit, wat hier staat, een uitleg waarom die punten op die grafiek een groep vormen. De punten zijn een verzameling. En alle operaties die je doet, blijven binnen die set van punten. Het praktische gebruik van ECC, ja, is toch wel onhandig dat je oneindig veel punten hebt. Je hebt een grafiek die gewoon continu is. Je hebt ook punten 0,001 en 0,002, 0,012, dus je hebt oneindig veel punten. Dat is heel lastig rekenen in het echt. Dus als je die optellingen wil gaan doen in het echt, in die vermenigvuldigingen, heb je bij een computer een bepaalde nauwkeurigheid. Dus als je oneindig veel punten hebt, dat is niet praktisch in het echt. Dus wat mensen in het echt doen bij EC zeggen, nou, we gaan precies die curve gebruiken, maar we gebruiken alleen maar de gehele getallen. We gebruiken alleen maar punten die heel zijn, die een geheel getal zijn. Dus die curve wordt van continu, wordt die discreet gemaakt. Ik denk dat ik een aantal mensen
schijnt en dat komt door. Oké, dus in de praktijk, je hebt dit soort functies, die zijn continu, die hebben oneindig veel punten, daar kunnen we niets mee als we ermee gaan rekenen. We maken het discreet. Nou, hoe doe je dat? Wat ik al zei, je hebt reële getallen. We zeggen nou, x en y mogen alleen maar gehele getallen zijn. Dus we gaan, dan lijkt het rekenen ook makkelijk. Al die punten waar ik het net over had, en die optellingen, en die vermenigvuldigingen, doen we alleen maar met gehele getallen. En dat doen we lekker grof, we zeggen ook dat we die gehele getallen binnen een bepaalde range moeten krijgen. Dus we laten er een monomersfunctie op los. Als het getal 101 zou worden, dan zeggen we, ja, je mag maar tot 97, dus wij nemen alleen maar de rest, 4. Dus feitelijk gebruiken we elliptische curves van deze vorm, waarbij je zegt van oké, dit hele verhaal is modulus p. Het is een curve met concrete punten, bijvoorbeeld 1,1, 3,5, 25,9. En daar gaan we dit hele verhaal mee doen. Hoe ziet zo'n curve met discrete punten er eigenlijk uit? En die ziet er anders uit dan wat ik jullie daarnet heb laten zien. Want eigenlijk heb je een soort wraparound erin zitten, want als het hoger is dan 97, dan begin je weer bij 0, bij wijze van spreken. Je hebt veel minder punten. De punten sluiten natuurlijk op elkaar aan. Dus wat je moet voorstellen. Ik heb het toch even als aparte fase, omdat het anders gewoon niet goed zichtbaar is. Zo gaat dat eruit zien. Als je heel goed kijkt, dit is ook een grafiek van hetzelfde type wat ik eerder liet zien, alleen discreet, met gehele punten. Als je goed kijkt, zie je dat hier ook een soort symmetrie in zit. Dus als je hier een as trekt, heb je alle punten daar en ook daar. Daar zit een spiegeling in. En in de wiskunde hebben die grafieken precies dezelfde uitspraak. Of ze nou discreet zijn, uit losse punten bestaan met maximale waarden, of ze zijn continu. Vanuit de wiskunde hebben ze gelijke eigenschappen. Dus je kunt ook hier punten optellen. Ik zal laten zien hoe dat eruit ziet, als je dat doet. Dus hier kun je precies dezelfde operatie op doen. Zover wou ik vandaag niet gaan. Of Wolfram Alpha dit ook doet. Nee, Wolfram Alpha kan deze grafieken niet tegen. Tenminste, ik ben er niet achter gekomen hoe. Je hebt wel pakketten misschien dat even je Mathematica kent. Of je hebt een open source variant die ik zelf op mijn MacBook heb draaien. Die heet Sage, S-A-G-E. Dus daarin kun je letterlijk... Kun je zeggen, teken maar die elliptische curves. Daarmee kun je dingen doen als. Zal ik jullie laten zien? Gebeurt het automatisch of zo? Oh jee. Goed. Nou, we worden steeds verder gehandicapt hier. Hier hebben we het over gehad. Wat je kunt doen in Sage, ik zal het nu even laten zien, want het kost te veel tijd, is dat je kunt zeggen, ik wil een elliptische curve hebben met A is min 1 en B is 1. Plot die maar voor me met een goede aspectratio en laat hem maar zien. Daar heb ik deze plots mee gemaakt. Je kunt ook zeggen, laat hem maar één zien met gehele getallen. Dus bot 97, laat hem maar zien. Dan moet je dit commando intikken en dan geeft hij dat ook. Dus als je wil, kun je met dit soort dingen spelen. Ja. Nee, ja, wel als je die modulus heel klein kiest. Maar in echt is die modulus orde 2 tot en met 160. Maar dit
Zou je de vraag willen herhalen? Oh, sorry. Zijn vraag is, als je de punten, een eindig aantal punten maakt, maak je het algoritme dan niet zwakker? En hij heeft gelijk, als je er 97 van maakt, is het extreem zwak. Maar in het echt is die modulus, ik heb hier een modulus 97, gewoon om te zorgen dat het niet één zwart scherm is, die plot. In het echt is de orde van 2 tot de 860 typisch, die modulus. En dat betekent dus dat je typisch in orde van 2 tot 80 keer op en neer springt op die grafiek. Als je een willekeurig aantal kiest van hoe vaak je dat doet. Dus het antwoord is ja, maar in het echt is die modulus gewoon heel groot. Die modulus is eigenlijk je sleutellengte, ongeveer. Die geeft de sterkte aan van, je, ja, van het probleem. Maar dat even wat betreft de vraag over Sage. Ja, je kunt het dus, wie was die vraag ook weer? Van, iemand zei er net van, ontmoet je dingen voor van over? Is dat, daar, ja. Heeft u een goed antwoord? Ja. Ik kan het u ook laten zien in de pauze, want ik heb Sage draaien. Ik kan dat laten zien, maar niet meer, want dat zal te lang duren. Luc heeft het al een beetje over gehad. Nu gaat het toch even wat praktischer worden. Dan haal ik een stukje naar de theorie. Dit is een manier waarop je die van Hamman doet met de elliptic curves. Alice en Bob praten met elkaar. Alice kiest de geheime sleutel. Bob kiest de geheime sleutel. Dat is dus het aantal keren dat je over die grafiek heen en weer springt. Alice berekent haar publieke sleutel. Bob berekent haar publieke sleutel. Beide wisselen hun publieke sleutels uit, de derde stap. Op het moment dat je de publieke sleutel van een ander hebt, kun je met je eigen privé, kun je zeg maar het generieke, het wachtwoord, dus het shared secret, kun je uitrekenen. En zo simpel is het in ECC, letterlijk een vermenigvuldiging. Het is echt wel een bedroevend simpel. Het is ook vanuit de CPU is het veel efficiënter. Wat ik al eerder zei, je moet dus een elliptic curve kiezen. Ik heb hier een iets groter voorbeeld gekozen. Je moet een beginpunt kiezen. Je moet zeggen, laten we beginnen op 920-303. Deze curve heeft in totaal 3928 punten. Ik heb hier ook een afbeelding van, dat is altijd even leuk. Dat kun je ook met Sage doen, natuurlijk. Oh, hier heb ik weer al shift. Ik ben ook een keer vandaag. Wat was het dan weer al tap, hè? Ja, ik kan de cursor nog steeds niet leven. Dus ik kan de. Ah, ja. Ik ben één ding vergeten. Ik zou het laten zien hoe die optelling gebeurt. In ieder geval van punten. Dat gebeurt zo, ik heb hem even dynamisch weergegeven. Het gebeurt zo nog een keer, dus je kunt rustig blijven kijken. Als ik A en B punten bij elkaar optel, dan trek ik een lijn door die twee punten. Aangezien ik een soort wraparound heb door die modulus, kom ik aan de andere kant weer uit. Op dit punt. En dat spiegel ik weer over die x-as. Ik doe precies dezelfde operatie als bij die continue functie. En op deze manier bereik ik ook alle punten op deze curve. Dus dit is een optel-optel-operatie. Je ziet dat het ook geometrisch precies lijkt op de vorige situatie. Dus jullie moeten even van mij aannemen dat de hele wiskunde erachter hetzelfde is. Ik word er heel gek van, jongens. Het kiezen van welke curve je gaat gebruiken is geen sinecure. Ook hier ga ik niet in details.
Er zijn allerlei zwakheden, allerlei curves die zwak zijn, allerlei waardes voor A en B die je niet moet kiezen, omdat bepaalde aanvallen dan veel makkelijker worden. Kortom, het is niet een amateurverhaal, laat het aan de professionals over. Laat het over aan mensen die ernaar gekeken hebben. En de mensen die ernaar gekeken hebben zijn typisch de standaardinstituten, dus NIST en SecG. Er zijn ook een aantal onafhankelijke cryptografen, zoals Daniel Bernstein, die zeggen dat ze al deze berekeningen gedaan hebben. En die komen dan typisch met een set van curves waar je uit kan kiezen. Dus als je ECC doet, zeggen ze nou, dit is de set van standaardfuncties waar je uit kan kiezen. En die standaardfuncties, niet schrikken, zijn dus heel groot. Ik zei al net, die modulus is in de orde van 2,8265, 2,8160. Je hebt een aantal standaardcurves, dit zijn er maar drie van die ik je noem, je hebt er veel meer. Dat maakt ECC ook veel lastiger dan RSA, omdat je eerst die afspraak moet maken, wat zijn de curves, welke curves ga ik gebruiken. Die moet je niet lezen, het geeft alleen maar weer hoe groot het feit is wat erachter zit. Typisch ben je dus 2,8256 keer op en neer, doe je die optaloperatie. Dus het is heel moeilijk als je alleen het begin- en eindpunt kent, om te weten hoeveel keer je dat precies gedaan hebt. RSA en ECC hebben een andere karakteristiek wat betreft hoe moeilijk het is om het te kraken. Als je kijkt als functie van de sleutellengte en hoe lang het duurt dan om het te kraken, vol brute force, dan heb je eigenlijk drie verschillende karakteristieken. Je hebt cryptografische functie die is, zeg maar, waar het min of meer lineair loopt. Nou, daar praten we niet over, want als jij je server farm kan opschalen, kun je die dingen gewoon kraken. Dus alles wat je, dat heet polynomial time. Alles wat in polynomial time te kraken is, daar doen we niet meer aan. Dat is niet geschikt voor cryptografie. Te breken met de huidige terreinkracht, ook te breken als je gewoon een grote server farm opzet, schaalbaar. RSA als algoritme is sub-exponentieel. Dus ja, het wordt wel steeds moeilijker als de sleutellengte toeneemt om het te kraken. Dus ja, het is nog redelijk goed, maar als je kijkt naar ECC, dan loopt die curve veel steiler. En dat is dus een exponentiële moeilijkheidsgraad. Dus het wordt exponentieel moeilijker naar grotere sleutellengtes om ECC te kraken. Je kunt dus ook wel aanvoelen dat de sleutellengtes die bij ECC nodig zijn, een stuk kleiner zijn dan bij RSA. Nou, hoeveel kleiner? In deze tabel zie je een soort vergelijk tussen sleutellengtes die je nodig hebt met ongeveer gelijke security. Dat moet je niet op de bit nauwkeurig zien hier. Maar als je iets wil, 56 bits des, dan heb je symmetrisch, zit je ongeveer asymmetrisch op 512 en zit je qua ECC op 112. Hè? Dus significant minder. En je ziet dat het ook fantastisch schaalt, dat als die bitlengtes toenemen, RSA, dat dit veel minder toeneemt. Dus je ziet dat ECC daar volledig toekomstvast in is. Dus waar je de RSA op een gegeven moment naar ontzettend grote sleutellengtes toe moet om het nog veilig te houden, zal dat bij ECC is dat veel beter te managen. Interessant is trouwens ook dat er gezegd wordt dat ECC je niet makkelijk aan te vallen is. Nou, dat is juist niet waar. Ik ken niet wat details, maar er wordt hier een vraag gesteld, is ECC wel of niet makkelijk te kraken met quantum computers? Ik heb eigenlijk tegenovergestelde gelezen, ik ben er niet helemaal ingedoken, maar als je het hebt over een quantum computer, heb je het over het kunnen toepassen van een algoritme, dat heet het Shor-algoritme. En ik heb begrepen, maar ik heb niet in detail bekeken, dat het voor ECC makkelijker is dan juist dan voor RSA. Dus ik kan je vraag niet beantwoorden, ik kan het ook niet uitleggen, ik ben gewoon ingedoken. Shor is een algoritme om prefactorisatie te doen. Dus ja, maar je hebt ook soortgelijke algoritmes met hetzelfde idee. Heb ik nogmaals, ik weet het niet genoeg, ik weet alleen dat quantum computers bij ECC blijkbaar meer doen dan bij RSA. En u heeft het omgekeerd. Ja, ik heb het omgekeerd. Ja, dat kan. Het is zo dat bij PCC echt een stuk zin onder de voornaam. Bij ECC zijn eigenlijk
alleen maar hele inefficiënte aanvallen op brute force. Alleen op een birthday paradox gebaseerd. Terwijl er zijn er ingewikkelder, snellere aanvallen beschikbaar. Dat betekent dat juist zo'n ECC of zo'n quantumcomputer maakt heel efficiënt dan die zoektochten die je nodig hebt mogelijk. Dus ECC, omdat het dan hele kortere sleutellengtes heeft, omdat er eigenlijk alleen voor die zoektochtenmogelijkheden zijn, is het juist heel vatbaar voor quantumcomputing. Maar AES, dat soort mechanismen, die zijn minder bestand, die zijn beter bestand tegen quantumcomputers. Roughly speaking, zou je kunnen zeggen waar een sleutellengte nu 128 bit AES is, voor een quantumcomputer wordt het de helft, dus 64 bit. Dus als je nu 256 bit AES zou gebruiken, dan zou je op een sleutellengte komen van 128. Dus dat is redelijk bestand, zeker gezien het feit dat een quantumcomputer natuurlijk lang zo snel niet is als een gewone computer. Nog, ja. Maar ik vind wel grappig dat verschillende bronnen dan dat u het omgaat even aan het omgekeerde, zeg maar. Dat geeft helemaal meer van ja, hoe ver dat weg ligt. Van, ja, ik denk dat er zo'n variant is op de grond waar u iets heel details kent. Ja, ik ben bijna klaar. Even de samenvatting. De wiskundige basis van ECE is complexer dan van andere algoritmes. Ik hoop dat het me toch een beetje gelukt is om uit te leggen wat de basis is. Dus denk aan dat verhaal van op en neer springen op een grafiek met een begin- en eindpunt. En hoe moeilijk het is om te achterhalen hoeveel keer je dat gedaan hebt. ECE is volwassen op dit moment en leidt tot efficiëntere implementaties. Dus je hebt eenzelfde beveiligingsniveau bij gelijke sleutellengtes, of een kleine sleutellengtes. Het is geschikt voor omgeving met beperkte rekenkracht. En er wordt toch wel overal geroepen dat het de gedoodverfde opvolger is van RSA. En waarom ook? Omdat er gewoon implementaties zijn. Het werkt. Er is op het moment geen ander public key system wat er werkelijk overal in zit. Wat in libraries zit, waar je certificaten mee kunt genereren. Dus het enige wat we praktisch kunnen doen op het moment dat primfactorisatie valt, noem ik maar even. We hebben geen keuze. Op dit moment. Ja. Je vertelde dat er ook nog bepaalde getallen waren. Ja. Waar wiskundigen hebben gezegd, ja, die moet je niet gebruiken voor die ECC. Klopt, ja. Dat zijn ze nu. Ja. En volgende week dan is er een andere wiskundige en die zegt, ja, deze getallen die jullie nu gebruiken, dan zijn er ook een paar bij die niet zo goed zijn. Maar dat is ook voor RSA, hè, met een zwakke primgetallen. Maar wat is dan de kans dat de ECC nu als heel veilig wordt beschouwd met bepaalde getallen en dan morgen dan hebben ze weer een nieuwe aanvalmethode al iets ontdekt? Ik geef toe dat de kans bij ECC groter is op dit moment dat daar iets gevonden wordt wat wel net consequenties heeft van het RSA, omdat we minder lang zoeken naar ECC. Hoewel je ook zou kunnen zeggen dat het niveau van de wiskunde is natuurlijk de afgelopen 60 jaar zo erg toegenomen ten opzichte van IPDS van de eeuwen die je dan op papier wegstraalt met de RSA. En het heeft natuurlijk heel veel exposure. Op het moment dat de RSA zegt van ja, dit is onze top secret communicatie, dit vertrouwen wij, ook voor onze interne communicatie. Ja, dat zegt. Ja. Daarom heb ik op het einde nog wat stof voor nadenken. Wat is hier belangrijk? Ik denk dat je de wiskunde op zich kunt vertrouwen. Het probleem ligt altijd in de implementatie. Bruce Schneier is een bekende cryptograaf, security boom, bekende uitspraak. Adi Shamir, een van de mede-uitvinders van de RSA, zegt letterlijk crypto almost never breaks. It's everything else. Dus de rendergenerator, de implementatie, de verkeerde keuze, een fout in mijn algoritme. A text always gets better and never gets worse. Dat is ook gewoon waar. Je ziet dat je verbeterde primfactorisatie bij speciale gevallen. Er zijn aanvallen op het discrete logaritmeprobleem bij kleine modulen. Oplossing van quantumcomputers werd al eerder genoemd. Er zijn mensen die zeggen, ja, ik geef RSA sowieso maar 5 à 10 jaar. We moeten nu al meer dan 2048 plus doen. Dat heb ik volgens mij niet een half jaar geleden opgeschreven. Nu wordt dit alweer, is 2048 al nauwelijks meer genoeg, dus het gaat heel snel. Hoewel ik wel een vraagteken stel, er is een verschil denk ik tussen academische kraken en dingen die ook praktisch haalbaar zijn. Niemand heeft mij nog een SHA-1 condition kunnen laten zien.
Het zal me verbazen als het binnen de 2 jaar gebeurt. Dat is altijd een onderhoud. Het voordeel van de ECC is dat je 1 ECC terug een beetje krijgt. Als je daar een model maakt van alle gescheiden bonds. Als je 1 ECC-curve kraakt, dan heb je ze eigenlijk alle gebruikers heb je gelijk in 1 keer te pakken. Van die curve, ja. Ja, en dat zijn bijvoorbeeld als je een NIST-curve pakt of een Brainpool-curve, dan heb je dus eigenlijk heel veel mensen tegelijkertijd. Ja. Terwijl als je 1 RSA-sleutel kunt kraken, ja, dan heb je 1 gebruiker. Ja, goed, maar ik ga ervan uit dat als RSA gekraakt wordt, dat er op significant wiskundig betere manier wordt gevonden om print-factorisatie te doen. Period. Dat vind ik het kraken van RSA. Weet je, specifiek met een miljard aan overheidsgeld en een server farm die specifieke public key kunt. Maar je kunt je nog voorstellen als NSA en noem eens wat BSI of een andere geheime dienst, als die samenspannen en ze gaan RSA kraken, dan zullen ze 1 RSA sleutel kunnen kraken met een joint effort. Terwijl ze kunnen met z'n 2 kunnen ze 1 curve kraken en hebben ze allebei wat aan. Dus dat is een fundamenteel probleem met die ECC of met die discrete log problemen, dat je stopt al je eieren eigenlijk in 1 schaal ziet. Nou, op het moment dat er inderdaad 1 lek in zit, is dus een backdoor, dan kun je inderdaad proberen. Maar ja, nogmaals, het is allemaal waar en het is nieuw en er zijn risico's, maar we hebben op dit moment iets anders, wat volwassen genoeg is. Dat is eigenlijk een beetje eng, hè, dat we eigenlijk maar 2 opties hebben in de huidige implementatie. Vind ik. Ik wou het toch even noemen, hoe betrouwbaar is de NSA? Als je het na gaat zoeken, dan schijnen er bij de NSA meer wiskundigen te werken dan als wiskundige, dan bij alle bedrijven bij elkaar. Hè? Als wiskundige, de wiskundige overal werken in allerlei jobs, maar de pure wiskundejobs, dus een bepaald type onderzoek, echt gebaseerd op zo fundamenteel, heeft de NSA gewoon ontzettend veel wiskundigen. En ze hebben een enorm budget. Dat kun je ook vinden. Dat is hoog. Dus meer dan de National Science Foundation in de USA. Dus ja, op papier, ze zijn eigenlijk zwaar betrokken geweest bij de standaarden. Je ziet daar een hoop brainpower. Ze hebben bijgedragen, er zijn een hoop papers. Ze hebben de hele ministerie papers, dat staat vol met NSA-beschuldigingen. Dus, je kunt erover denken wat je. Zeker sinds alle lekken die er nu zijn, sinds Snowden is het verhaal eigenlijk anders. Interessant. Ja. Nou. Walter, wil je de vraag herhalen? Volgens mij wil ik heel veel aan het einde. Als je een beetje googelt, kun je dit soort dingen worden doen. Ja, maar dit gaat om investeringsgeld, dus of er in onderzoek geïnvesteerd wordt. Het is gewoon onderzoeksgeld, net zoals de National Science Foundation die investeert in onderzoek. Het gaat om investeringsgeld en niet om puur salaris, bij wijze van spreken. Martin. Ja. Hier. Martin. Ja. Hey, Martin. Hier. Hi. Martin, een vraag. Als ik het verhaal goed heb begrepen, dan is het een goedkoper protocol. Nou, ben ik van een bedrijf waar heel veel SSL-sessies worden getermineerd, waar een hele dure IT-infrastructuur voor staat. Ja. En als ik nou elliptic curve ga gebruiken, kan ik dan de helft van mijn wagenpark eruit gooien? Wat betreft SSL accelerators en dat soort spul? Allereerst zit natuurlijk weer het probleem wat hier al eerder genoemd werd, dat we nog legacy browsers hebben dat niet alles ECC ondersteunt. Ja. Wel bijna alles RSA en de hele familie, maar niet ECC. Dus we zullen het sowieso ernaast moeten gebruiken. Dus ik denk niet dat het wagenpark zal verkleinen. In theorie, we hebben het meer over de SSL handshake, dus het begin. Wanneer dus die sleutels bepaald worden, dan haal je wel wat. Maar ik moet je zeggen dat met de moderne hardware, met de SSL uploaders, en zeker ook die we bij Roundbank hebben, daar ligt natuurlijk nog niet de pot van mee. Tenzij jij onder de aanwijzing hebt. Het is allemaal hardware, hè? Die dingen typisch in hardware, SSL uploaders. Dus als je dingen in software gaat doen, wordt het heel duur. Ja. Maar een RSA decryptie, zeg maar, is in principe. Sneller te doen dan een decryptie met ECC. ECC wordt ook niet gebruikt voor encryptie. Bij RSA kun je die E die kun je heel klein kiezen, hè? Dus de typische 2+16+1 of zo. En dat betekent dat je relatief snel je decryptie kunt doen. En dus in principe is
afhankelijk van de sleutellengte, maar in zijn algemeenheid is een RSA-decryptie of een RSA-handtekeningverificatie sneller dan als je dat met een ECC doet. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het qua offloading niet zo heel veel uit zou maken als je alleen kijkt naar de crypto tenminste. Ja, oké, als je betreft dat begin is het zo, je krijgt die sleutel binnen van de client en die pak je uit. En dat is een RSA-decryptie, dus dat is x tot de macht e. En e is een klein getalletje, dus dat is een relatief kleine operatie die je moet uitvoeren. Nou ja, wat je natuurlijk vindt is een beetje te korte sleutels, dat je inderdaad dan zo verwacht. Ja, maar volgens mij compenseert dat niet, kortere sleutellengtes. Het verhaal is meer dat je gewoon toekomst vast, ja, je bent gewoon toekomst vast, je bent gewoon met dezelfde sleutellengte gewoon hoger security. En omdat je weet dat de onderliggende dienstpunten toch compleet anders is, het is een heel ander idee. Die trunkelfunctie die is in de basis gewoon anders. Nou, daar wou ik jullie gewoon over vertellen dat er wezenlijk verschil zit tussen wat er bij de RSA gebeurt en wat er bij de ECC komt. Het onderliggende probleem is heel anders. Het is een alternatief in productie. Zo niet van niks dat het in het paspoort zit. Want het paspoort was op een gegeven moment een probleem bij active authentication, dat je zeker kunt weten dat een paspoort authentiek is, dat iemand ermee gerommeld heeft. Ja, op een gegeven moment was de keuze, gaan we over naar RSA 248 of gaan we over naar de Brainpool Curve, dat is de 256 meen ik. Uiteindelijk hebben ze voor 256 gekozen. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat de sleutellengtes korter zijn en de exchange is korter, dus dan kun je met minder over communicatie kun je in principe snel hetzelfde bereiken. Kijk, voor platformen die gewoon minder kracht hebben, zoals mobiel, ja, dan heeft het wel met denken. Met dat je dus ook met sleutelopslag zit, als je dat wil optimaliseren, dan kan ik me voorstellen voor embedded systems en voor mobiele systemen, ook om die reden misschien voor ECC zou kiezen. Het gebeurt wel vaak op dat soort systemen. Nou, dit was wat ik vandaag wil vertellen. Thank you.